Ik ben eigenlijk ingestroomd in toch wel geroutineerd clubje die al een poosje meedeed. Na de Spelen van 2000 zijn er eigenlijk best wel een aantal gestopt. 2004 weer een aantal en daarna weer helemaal opnieuw moeten opbouwen de atletiek. En het is mooi om te zien dat we nu eigenlijk weer een mooie club bij elkaar hebben die toch eigenlijk gewoon weer voor eigenlijk de belangrijkste toernooien gewoon vol wil gaan. Ja, want jij bent nu een van de meest ervaren krachten in het team. Hoe is die rol? Het belangrijkste, ik ben nog steeds atleet. Dus gewoon mijn eigen ervaringen gewoon gebruiken en in principe gewoon proberen te delen met de andere atleten. En waar mogelijk probeer ik dat wel te doen. Het WK is altijd belangrijk en in dit geval is het extra belangrijk. Het is dus echt het laatste opstapje richting de Spelen.